Oké, okay. Ik zit vandaag met Harm van Ballegooi en hij is van, tenminste op dit moment, van zorgoppas. En dat betekent dat zij oppas organiseren voor zorgbehoevende kinderen. Daar gaan we het straks meer over hebben. Eerst even terug een beetje naar waar je vandaan komt. En laten we beginnen op je VWO, want je hebt daar economie en maatschappij gestudeerd. En toen ben je naar de Universiteit van Tilburg gegaan om organisatiestudies te studeren. Hoe kwam je tot die overgang? Wat zat erachter? Wat dreef je daarin? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk met name mijn vader en de vragen die hij stelde. Wat voor soort vragen stelde hij? Nou, ik heb altijd ontzettend een weerstand gehad tegen de padafhankelijkheid van een aantal zaken. Onder andere bijvoorbeeld op de basisschool maak je vriendjes, dan doe je een CITO-toets. Die CITO-toets is eigenlijk gemaakt om landelijk resultaten te kunnen vergelijken, om zo de kwaliteit van scholen te kunnen vergelijken. Maar wat het feitelijk betekent is dat allerlei groepjes uit elkaar worden getrokken en dat er een soort een systeemmaatschappij wordt ontwikkeld van slimme kinderen en minder slimme kinderen. En dan moet je allemaal naar een apart hok toe. En ja, dus dan ik kreeg expliciet ook gymnasiumadvies. Dus er waren ook nog kinderen die kregen ateneumadvies, maar voor mij was het echt van ja, je moet met die talen aan de gang. En dat was volgens mij een vergissing. Ik ben best gemakkelijk met taal, alleen daar liggen mijn interesse gewoon niet. Dus na 2 jaar gymnasium heb ik de overgang moeten maken, want ik zat op een categoriaal gymnasium en daar hebben ze maar 1 smaak. Dus als je dan wil bruggen, ja, er is eigenlijk geen brugklas. Dus toen kwam ik bij een soort scholengemeenschap terecht in de derde. Ik mocht wel over van de tweede naar de derde. En dat was voor mij een soort van een terugval naar een soort vakantieoord. Want ik merkte dat niet alleen het vakkenpakket anders was, maar gewoon het algehele tempo ligt daar gewoon al anders. Dus de behandelde stof die een gymnasium diploma met zich meebrengt, is echt totaal meer dan wat ateneum bij diploma. Dus dat was voor mij een soort vakantieperiode. Ik ben natuurlijk heel veel gaan werken. En dat had er weer als gevolg dat ik veel baantjes kon doen en ook wat besteden kreeg. En zo dreef ik steeds verder af van mijn leeftijdsgenoten. En had ik andere dingen om aan gewend te raken. En toen had ik een VWO-diploma. Ja, en dan is het ook een soort van, ja, dan moet je maar naar de universiteit. Terwijl bij mijn profiel van persoon en het onderwijs wat daarbij past, ja, dat bestaat eigenlijk niet echt. Het zou meer een soort meestergezel zijn voor mij. Dat ik het van iemand leer die het al eerder heeft gedaan. En dat ik het dan na mag doen. En dat ik daar dan vervolgens op gecoacht word wat betreft resultaten. Maar goed, binnen het bestaande aanbod had mijn vader zoiets van, volgens mij kun jij straks wel een soort onderwijs in of zo. Of bij Schouten en Nelissen. Een soort van docent voor mensen die verder willen komen in het leven. Ja, en daar past dan organisatiewetenschap heel goed bij. Dus dat was eigenlijk de logica. En als jij kijkt naar vandaag, ik ga terug, maar als je kijkt naar vandaag, want is dat nog steeds zoals je denkt dat je in een meestergezel situatie het beste uitkomt? En wat doe je daar dan in je bedrijf op mee? Ja, dat is een goede vraag. Tegenwoordig hebben ze daar een toffere naam voor, dat is taakrelatie. Dus dan laat je mensen van verschillende schijven in je business, laat je zeg maar met elkaar uitwisselen. Ik vind het wel een heel romantisch model. Dus ik vind dat bijvoorbeeld in mijn geval het belangrijkste recruitment is op oppaskandidaten. Dus mijn business loopt het beste als ik een groot overschot heb aan geschikte kandidaten. Waardoor de ouders van zorgbehoevende kinderen een ruime keuze hebben om een klik te hebben. En als ik binnen die pool van oppaskandidaten uiteindelijk intern kan recruteren voor mijn kantoorcollega's die de screenings doen, dan is dat het allermooiste natuurlijk. Dan heb je mensen die vanuit het begin van de hele klantreis, die hebben de hele ervaring gehad. Hebben zelf ook ervaring om thuis bij de klant te zijn. Ja, als zo iemand dan de telefoon aanneemt en jou als onzekere klant die nog van niks weet, jou kan begeleiden. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is heel waardevol. Dit klinkt een beetje als de S-curve van Whitney Johnson uit het boek Building an A-Team. Of Build an A-Team. Ja. En daarin pak je ook telkens mensen die beginnen onder een S-curve. En de S-curve die zit dan zo uit de laag beginnen en staat omhoog. En zeg maar. Dus heb je een deel van je organisatie zit onder een S-curve en die is ontzettend aan het leren. Snap soms niet eens waar ze aan het doen zijn. In de stijgende lijn van de S, daarin leer je ontzettend veel en groei je enorm.
Ja. En dan uiteindelijk bovenaan, dan heb je de taak onder controle. Maar dan nog steeds kun je die kennis die je daar hebt, kun je gebruiken, of juist niet nog steeds, die kennis die je daar hebt opgedaan, kun je dus gebruiken om mensen weer in de S-curve, onder een S-curve, te begeleiden als, zoals jij net zegt, meestergezel situatie. Dus dat klinkt wel heel erg bekend nu. Ja, je hebt dan meestergezel leerling. Ja. Wat jij beschrijft, herken ik ook wel heel erg uit de verslavingszorg. Dat de beste kandidaten om iemand uit een verslaving te begeleiden, is iemand die zelf dat proces heeft doorgemaakt. Je bent dan ook gewoon het meest geloofwaardig. Dit is in feite ook het systeem als je de scale-up method wil doseren. Als je een gecertificeerde coach wil worden vanuit de gazelles in Amerika, dan is één eis is dat je zelf ondernemer bent geweest met een bepaalde omzet en een bepaald aantal FTE wat onder je heeft gewerkt. Omdat je anders gewoon geen geloofwaardig expert bent voor de gemiddelde klant. Ja. Maar ik vind het wel riskant om het als proces aan te pakken. Want dan krijg je weer waar ik vroeger altijd moeite mee had, die padafhankelijkheid. Dat als je in een bepaalde functie instroomt binnen een onderneming, dat het dan bijna van je geëist wordt dat je na 3 jaar sta je hier en dan worden verwacht dat je dit doet. Dan moet je deze test doen, dan moet je dat doen en dan krijg je een opleiding en dan kom je daar. Alsof iedere nieuwe A-player die wordt gerecruit automatisch CEO wordt aan het einde van het traject. Dat is in haar boek dus niet zo. Het is wat zij zegt gewoon, in principe heb je 15% zit onder een S-curve en 15% boven in. En de C% zit in het midden. Ja. En dan geeft ze een periode van dat je ongeveer 3 tot 4 jaar in het midden zit. En als je eenmaal aan zit, dan is het de gedachtegang dat je een bepaald moment of naar links of naar rechts schuift, of dat je een stap maakt in een andere functie, zodat je weer onderaan begint. Het uitgangspunt wat ze aan heeft, is dat je dus continu jezelf vernieuwt om jezelf te ontwikkelen. En dat sluit een beetje aan bij het boek van Living Organizations van Arie de Geus. Waarbij je dus niet alleen het gaat over je eigen ontwikkeling, maar doordat je jezelf ontwikkelt en daarmee de mensen om je heen meeneemt, mm-hmm. Ontwikkel je een lerende organisatie. Dus de gedachtegang is dat je in je organisatie continu mensen hebt die aan het leren zijn en andere mensen die mensen meenemen. En ja. Dat je dus ook continu weer terugkomt op het laagste niveau om jezelf te ontwikkelen. Ja, samen groeien is ook een van de kernwaarden binnen Zorgenpas. En mijn collega Doreen, die zegt het ook wel eens, dat ik het soort van doodsbang ben voor mensen die niet willen verder groeien. Ik geloof in beginsel dat niemand niet wil groeien. Het is voor iedereen altijd wel fijn om uitgedaagd te worden. Het is altijd riskant als je mensen een soort van dwingt in een promotie. Bijvoorbeeld dat je op een werkplaats staat en dat je iemand hebt die echt supergoed in meubelmaken is. En dat je de allerbeste meubelmaker uitnodigt om dan de manager te worden van 8 andere meubelmakers. En dat die ineens met allerlei software tools aan de gang moet. Dat je denkt, hey, laat mij gewoon meubels maken, want daar kan ik shinen. Daar ligt echt mijn genius zone. En dat zie je natuurlijk heel veel in het bedrijfsleven. Dat mensen altijd een soort van weggepromoveerd worden van hun genius zone. Ja, je promoveert dat je struikelt, zeg maar. Ja, dat je altijd boven je kunnen zit te werken. Omdat je eigenlijk, doordat je zo goed bent, mag je niet meer doen waar je zo goed in bent. Nou ja, ik men zeg ik heel vaak, wat je dan gebeurt, is op dat moment verlies je dus je beste meubelmaker. Dus je verliest, je boet in op kwaliteit op meubelmaker. En je krijgt een slechte terug. Ja, een slechte manager krijg je ervoor terug. Ja, dat is zoals ik altijd naar gekeken. Dus die komt wel redelijk overeen. Maar toen ben je dus na een tijdje toch achterkomt dat het niet helemaal was, want je bent geschakeld naar business creation. Tenminste, het Engels is, ik weet niet precies wat de richting was op de hogeschool Avans. Ja, het is een opleiding aan de Academie voor Marketing. En ik heb postmortem heb ik er nog een paar disciplines bij gekregen. Inmiddels heet die Academie, Academie voor Marketing, Ondernemerschap en Innovatie, geloof ik. En het was met name, ik had na een maand of 8, 10 studeren in Tilburg, kom ik erachter dat ik superveel onderdelen interessant vond aan dat leven in Tilburg. Behalve de colleges volgen. Na 10 maanden zaten mijn boeken nog in de folie. Het was gewoon op dat moment de match tussen het aangeboden onderwijs en de mate van volwassenheid bij mij, die was afwezig. Dus ik heb toen eigenlijk ook tegen mijn vader gezegd, ik had de stellige overtuiging willen is kunnen. Dus als je ergens je zinnen opzet en je steekt daar energie en aandacht in, ja, dan gaat het vroeg of laat wel lukken.
Kennelijk heb ik hier geen zin in. Dus dit is echt een slechte investering. Wat zijn er voor alternatieven? En mijn vader was daar vrij resoluut in. Dan ga je, of je gaat werken, of je gaat een andere studie zoeken. Dus dat heb ik allebei heb ik overwogen. Ik ben naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb best wel wat dienstverlening verkocht toen. En daar kwam ik erachter dat het best vroeg is om al zo'n repetitief leven in te gaan. En zonder diploma's is de kans dat je heel lang hetzelfde moet doen, is groter dan met diploma's, werd mij voorgehouden. Dus toen was de logica van, nou, als ik al een keer in mijn leven een academisch diploma of een hbo-diploma ga halen, beter voor mijn 30ste, anders komt het er waarschijnlijk niet meer van. Dus zo ben ik eigenlijk hbo-diploma's of hbo-opleidingen gaan afstrepen. Heel veel was gewoon niet geschikt voor mij. En toen kwam commerciële economie bleef over. En toen ik voor commerciële economie had ingeschreven, toen kwam al vrij snel weer diezelfde gevoelens. Van, ja, moeten deze mensen mij nou gaan leren hoe ik succesvol word? Komt het wel goed? Is het interessant? Wordt het nog interessanter in de latere jaren? Want het eerste jaar academisch onderwijs is allemaal een introduction to. En dan krijg je 10 weken krijg je met je tenen in het koude water dippen. En dan vervolgens ga je weer wat anders doen. Dus je gaat ook niet echt de diepte in. En toen kwam er een docent naar me toe en die zei van, we gaan met een nieuwe opleiding starten. En de belofte is eigenlijk dat we het gat tussen het inmiddels afgeschafte ondernemerschapsonderwijs gaan opvullen. En dan combinatie tussen zakelijk creatief, een soort creatieve dienstverlenende eenpitters gaan we opleiden. Ik dacht, nou, dat is best wel wel gaaf. Want er is geen enkele hbo-opleiding die de ruimte biedt om een onderneming daarnaast te hebben. En dat was een beetje de missie van dat team van docenten. En dat vond ik een leuke missie. Want als je echt ondernemende studenten wil afleveren op de arbeidsmaatschappij, op de arbeidsmarkt, ja, dan moet je ze ook wel de ruimte bieden om tijdens het studeren te ondernemen. Ja. En dat heb je ook gedaan? Ja, toen ben ik overstag gegaan. Toen werd ik voor de derde keer eerstejaars. En ja, ik had zoiets, de tijd verliezen, dat boeit me niet zoveel. Mijn vader was er heel een ouderwets. Die zei van, elke keer als je blijft zitten, dan gooi je in principe een jaarsalaris weg. Want je kunt een jaar later beginnen met werken. En dan heb je straks last van als je een hypotheek nodig hebt. En allemaal dat soort klets. Heel ouderwets. Ik heb daarna voor neergelegd. En ik heb besloten van, nee, dit lijkt beter te passen bij mij. Dus ik ga dat gewoon valideren. En ja, dat was ook duidelijk. Ik dacht van, als ik deze opleiding niet kan halen, dan is het overduidelijk. Dan ben ik gewoon niet geschikt voor dit onderwijs. Of andersom. En dat was een warm bad. En ik vond het ook heel romantisch en aantrekkelijk dat het geen volledig uitgeschreven procesbeschrijving was. Dus je kon nog heel veel invloed uitoefenen. Er waren blokboeken die waren net zeg maar in de stijgers. En dat gingen dan testen. We waren ons heel erg van bewust als pilotklas dat we de pilotklas waren. Dus als we daar met 80% gewoon vol tegenin gingen, dan werd het vak gewoon geschrapt. Dus we voelden ons echt onderdeel van die nieuwe opleiding. En dat was perfect voor mij. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Want jij bent toen ook, eigenlijk daarvoor al, even kijken, maar even kijken waar het weer staat. Want je was, ja, in het begin al ben je al gelijk gestart met een bedrijf met Edgar en met Edgar naam, TaylorMade. Ja, klopt. En dat was eigenlijk, want je zat in 2008 bij je op de Hogeschool Vans begonnen en in 2009 ben je dit bedrijf samen begonnen. Ja, ik heb het op LinkedIn wat vereenvoudigd. Ik ben eigenlijk, toen ik 18 was, was ik al bij de Kamer van Koophandel voor allerlei deur-aan-deurhandel. Dus dat was maar tussen de opleidingskeuzestress door, van wat moet ik nou met mijn leven? Laat ik in ieder geval alvast zorgen dat ik een leuk inkomen heb en dat ik mensenkennis opdoe. Dus ik ben met echt superveel verschillende proposities langs de deuren gegaan bij allerlei ondernemers. Mm-hmm. Gingen we bijvoorbeeld bij kapsalons langs of bij snackbars of bij allerlei kleine ondernemers om ze te wijzen op bepaalde besparingskansen. Nou, dat was echt super ordinair verkoopwerk, maar dat is wel echt een gouden basis als je de rest van je leven invloed wil uitoefenen op mensen en hun gedrag wil laten veranderen. Dan is dat een hele mooie basis. En ik merkte in die periode dat ik het heel tof vond om toch wel met mensen met stropdassen om te praten. Omdat die toch altijd wel interessantere verhalen hadden dan mensen met schorten aan. Om het even heel simpel te zetten. En toen dacht ik, ja, hoe zorg je ervoor dat je meer kan omgaan met mensen die goede verhalen hebben? Dan moet je kijken wat die mensen willen hebben. Nou, die mensen willen bijvoorbeeld een grote auto, een zwembad in de tuin. En die willen ook een maatpak dragen op het werk. Dus toen dacht ik, van, nou, dat kan ik wel, denk ik. Dus toen ben ik dat gaan leren. Hoe meet je mensen een maatpak aan? En dan kun je automatisch heel veel tijd doorbrengen met mensen met goede verhalen. Oh, mooie natie ook.
Want... Ja, ik kom een ondernemer tegen, Edgar Nijdam. Die kom ik tegen op Indoor Brabant, paarden-event. Er komen heel veel mensen met de maat pakken. En ja, daar wordt een hele hoop gebrald en oesters gegeten en champagne. Maar er komen ook al mensen met goede verhalen. En ik vond zijn verhaal heel erg mooi. Zijn ouders hebben die winkel opgezet. Het is een herenmodezaak. En die hebben ze Edgar N genoemd. Wat nogal duidelijk was, dat het dus de bedoeling was dat hun zoon Edgar Nijdam op een dag helemaal zelfstandig zou besluiten. Hey, dit is mijn droom. Ik wil ook zo'n winkel hebben. En dat op een dag gaat dat gewoon energie kosten. Dat eigenlijk weer in lijn met wat ik net zei. Andere mensen hebben voor jou bedacht wat jouw levensloop zal worden. En dat trekt geen mens. Dat is niet goed voor je. En ik kwam hem tegen een beetje in het diepste punt van zijn oppasondernemerschap carrière. Want je wordt eigenlijk gewoon in een soort hok geduwd. Een winkel is pas gaaf als je die gevangenis zelf ontworpen hebt. Maar als jouw ouders die winkel ontworpen hebben en je moet daar een soort van de zaak voortzetten, dan voelt dat heel raar. Dus daar hebben we samen naar gekeken van wat kunnen we nou doen om dat een soort van meer mijn ding te maken. Of ons ding. En ze hadden drie zaken in het midden van Nederland. Driebergen-Rijzenburg, vlakbij de snelweg bij Driebergen-Zeist. En het was een hele mooie locatie tussen de bossen. Goede omgeving ook om dat soort merken aan te verkopen. Maar toen hadden we zoiets van, hey, stel nou dat we de meeste merken gewoon de deur uit doen. Daar hebben die ouders natuurlijk hun hele carrière voor gestreden om bepaalde merken in die winkel te krijgen. Maar laten we nou op afspraak gaan werken. Stel nou dat je net als een kapsalon, dat je alleen maar naar je werk hoeft als er ook handel is. In plaats van de hele dag je energie staan te verliezen, als een soort visser die aan de kant zit. Als je op afspraak gaat werken, kun je veel meer op jacht naar mooie klussen. En dan hebben we ook hele mooie samenwerkingen gedaan met Lauwman Exclusive Cars bijvoorbeeld. Met alle Lamborghini-verkopers in de pakken van Edgar Nijdam. Met over en weer kickback deals. Dus dat is veel meer ondernemen dan dat je op je klant staat te wachten. Ken je toevallig de film die nu draait op Netflix, Uncorked? Nee, nog niet. Ja, dit is een vergelijkbaar verhaal wat Edgar heeft meegemaakt. Zeg maar dat je ouders, dat was het ook mede door de oude van de oude, in een zaak zou moeten stappen. En eigenlijk wat anders wil. En daar dus die strijd bij die zoon, die maak je mee. En dat is, het is een leuke film. Het is niet heel bijzonder, maar mij is echt wel leuk op dat gebied. Oké, okay, ik zag ook nog dat je dus een bepaald moment... Uncorked? Ja, Uncorked. Ik zal een linkje in ieder geval ook straks bij de show notes bijvoegen voor de mensen die er nog kijken. Maar ja. Hij is nu in een van de top 10 van Nederland staat hij nu. Dus je moet hem vrij snel kunnen vinden. Ja. Uncorked van de kurk van de wijnfles af. Ja. Want hij wordt sommelier. Dus dat wil hij. In ieder geval... In 2012, 2013... Oh nee, wacht even. Ik wil even terug naar wat jij zei. Dus in 2009 was jij dus in allerlei verschillende dingetjes actief. Was dat dan ook vooral cold calling? Was je vooral op zoek en mensen de deur in trappen? Ja, dat cold calling als in telefonische sales heb ik ook veel gedaan. Dat was nog voordat ik naar buiten ging. Ik heb ook hele ordinaire producten verkocht vroeger. Een beetje de tijd van Dirk Scheringa toen we nog... zeg maar dat BKR-check is ooit ingevoerd, hebben we gebrand met z'n allen alsof dat is om de banken te beschermen tegen slechte betalers. Maar het is de facto natuurlijk een commerciële tool voor commerciële medewerkers bij financiële instellingen om uit te zoeken als iemand om een krediet vraagt, waar voor de rest ze allemaal nog krediet hebben lopen. Dus ik werd dan opgeleid om mensen tussen de 5 en 50.000 euro commercieel krediet, consumptief krediet te verkopen. Als ze bijvoorbeeld een winkelfinanciering hadden aangevraagd op een tv. Dus dan belde je ze op en dan zei je, hey, gefeliciteerd, bevalt de televisie. En dan moest ik ze verleiden om Otto, Weekamp, Neckerman, Mercedes-lening, aanhanger, caravan, alles bij één dienstverlener neer te zetten. Nou, dat is super leerzaam, heel plat. Maar je wordt er heel creatief van, want niemand wil over geld praten. Dus je leert dan heel makkelijk om in vraaggesprekken te kijken van wat vindt deze nou belangrijk. En dan leer je bijvoorbeeld dat iemand super graag dezelfde Mercedes als de buurman wil hebben. Dus dan gaat het ineens over auto's en niet meer over rentepercentages en dat soort dingen. Dus je wordt er heel lenig van intellectueel gezien om echt te levelen met mensen. Alleen op een gegeven moment kreeg ik daar wel gewetensvroeging in. Omdat ik wel, naarmate ik daar langer in zat, dat ik ontdekte dat de consumptieve wetgeving aan het veranderen was. Dat we in Nederland ook best wel veel dekking hebben voor mensen die niet goed onderlegd zijn.
En dat ik daar dan verzekeringsproducten voor moest verkopen. Terwijl eigenlijk wettelijk gezien dat risico al was gedekt. Bijvoorbeeld onvrijwillige werkeloosheid en overlijdensrisico, dat soort dingen. Daar werden schofterige marges op gemaakt. En uiteindelijk zijn al dat soort producten ook verboden geworden. En daar is een beetje de regering aan van de schandpaal genageld. Maar er waren natuurlijk meer spelers in. Hier lokaal in Zetterenbos zit er ook eentje. En wat je net zei, dat langs de deuren gaan bij ondernemers, dat was echt bijvoorbeeld dat ik in Essent-gebied liep en dat ik daar volle bak Nuon zakelijk verkocht. En in Nuon-gebied verkocht ik Essent zakelijk. En die betaalde mij dan een fee per nieuw contract. En dat was heel lucratief, zeker als je zo jong bent en je vergelijkt jezelf met andere 18-jarigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit een hele goede leerschool is. Het is... Voor veel ondernemers jammer, denk ik, dat ze hem niet hebben genoten. Ja, eens. Sales is nou eenmaal een belangrijk onderdeel van ondernemers, zeker in de eerste paar jaren. En als je dan kijkt hoe weinig mensen dat dan goed kunnen, dat is niet normaal. En wat jij zegt, ook dat je leerde dat je levelt met degene met wie je praat, dat is natuurlijk enorm waardevol, ook later. Dus dat je met iedereen kunt praten, op welke plek een organisatie dan ook, bij welke klant, partner, leverancier komt. Je bent altijd in staat om daar een gesprek mee te voeren. Dus jij. Ja, dat is, en dan nog steeds niet met iedereen. Ik heb ook mijn beperkingen. Maar ik heb daardoor wel echt opgepikt dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft. En door wat je aandacht geeft, wordt jouw beeld van wat we nu zien. Wij hebben nu een soort van de gemakkelijkste situatie ever. We hebben een afgesloten ruimte gekozen. Met een focuspunt op een LCD-scherm. Dus het is vrij gemakkelijk nu om alle zaken die we niet willen zien te negeren. Maar in het dagelijkse leven moet je zoveel energie besteden aan wat je niet wil zien, dat wat je wel ziet bijna nooit hetzelfde is van wat jouw gesprekspartner ziet. En als je dat dan weer uitzoomt naar bijvoorbeeld hoe je vanuit je eigen warme gezinnetje de wijde wereld in wordt gestuurd. Ik kom uit een redelijk conservatief, hard werken, niet lenen. Je mag alleen maar lenen voor een huis, een hypotheek. En daar moet je ook goed voor sparen. Heel ouderwets. En doordat ik gewoon de markt in ben gelopen en gewoon deur trappen en bij mensen aan de keukentafel kom te zitten, binnen echt de meeste stinkbenders ben ik binnen geweest, dan zie je dat wat je ouders hebben voorgeschetst als zeg maar grote mensen, dat is echt een hele kleine micro-onderdeel van de samenleving. De overgrote meerderheid leent geld voor alles. En de meeste mensen staan altijd rood. Ja. Ja. Hey, en ja, had het net over dat jij ook beperkingen had nog steeds op dat gebied. Waar liggen je beperkingen dan bij het levelen met welke mensen? Met name introvert, extrovert. Als je mensen zo 50-50 zou willen verdelen. Ik ben gewoon niet zo goed omdat ik gewoon graag praat. En ik verwacht eigenlijk dat als ik het podium pak en een ander wil het podium weer terug, of zou het goed zijn, dat dat duidelijk wordt uit de dialoog of uit lichaamstaal. En ik moet mezelf dat nog steeds wel aanleren, dat sommige mensen moet ik het podium echt dwingen of moet ik zelfs het podium ophijsen. En dat leer je ook wel door meer personeel aan te nemen. Okay, ben je steeds minder in het kernproces, je klant ziet jou bijna niet meer. En dan moet je leren om je ego een soort van klein te maken. En te genieten dat mensen dankzij jou kunnen shinen, maar dat jij niet meer zichtbaar bent. Wel, ja, dat is mooi. Een bepaald moment stopt die samenwerking, stopt dat bedrijf. Waarom ben je daar uitgestapt? Want dat is nog voordat je begint met zorgopoos. Ja, ik heb met Edgar heb ik een tijdje mee opgelopen. Ik heb toen nog wat andere dingen gedaan. Ik heb ook met Michael en Gizo in Breda. Die kwam ik al best wel lang tegen in dat wereldje. En die waren op dat moment overhemdenkoningen. En die wilden het maatoverhemd gewoon voor de jonge professional heruitvinden. En dat toegankelijk en dichtbij maken. En ik had ze al een aantal keren op de mode-evenementen verteld van, hey, volgens mij gooien jullie gewoon een heel stuk omzet en after sales weg door je te beperken op overhemden. Want het is precies dezelfde doelgroep die wij bedienen. Mensen die bereid zijn om meer dan €100 uit te geven voor een op maat gemaakt overhemd, dat is precies de doelgroep die ook bereid is om €1200 kapot te slaan op een pak. En dat hebben ze heel lang weggewuifd. Ze zeiden, ja, we willen eerst de beste worden op overhemden. En toen op een dag, toen waren ze er klaar voor, en toen belden ze mij van, hey, wil je met ons samen een maatpakkenpropositie komen opzetten? En dat vond ik wel een leuke uitdaging.
Dus dat hebben we toen samen gedaan. Ik ben alleen betrokken geweest bij het opzetten. En dat vond ik ook het leukste, het opzetten. En op een gegeven moment was het voor mij ook wel een beetje dat ik dacht van ja, qua wereldje, ik had het gevoel, ik heb mijn doelen ook wel behaald in dat wereldje van de maatpakken. Het is heel leuk en het zijn toffe mensen die je mag bedienen. Maar bottom line ben je gewoon in hun telefoon een soort knecht die voor hun de pakken regelt. Ze zullen nooit bij jou aankomen met grotere uitdagingen of vragen of je strategisch wil meedenken met dingen. Dus in die zin had ik ook zoiets van ja, de modewereld op zich, dat is niet bijster rocket science wereld. Die evenementen die daar zijn, zijn vrij plat. Er zit niet veel doorgroei in. Dus ik had toen zoiets van, nou, ik sta helemaal open voor andere uitdagingen. Dat heb ik toen ook kenbaar gemaakt. En daar ben ik wel van geschrokken. Als je laat merken dat je je handen eventueel vrij hebt, dan staan de mensen in de rij om allerlei carrières te verkopen, zeg maar. Dan zeg je, ja, ik heb hier mijn plannen, wil je hierin meedoen? En dus toen moest ik wel echt uitkiezen van wat wil ik nu doen? Zonder dat ik weer meteen in het volgende platte avontuur stap, zeg maar. Ja. Yeah. En jij zegt dat je dat verrast hebt, maar dat ik dus het is niet mijn ervaring dat zoiets, als je zegt ik ben wel weer beschikbaar, dat de mensen zeg maar in de rij staan met allerlei nieuwe uitdagingen. Dus ik weet niet of het zo normaal is. Ja, het ligt denk ik ook aan de economische tijd. Het zal ook liggen aan met hoeveel mensen je zo'n relatie onderhoudt. Ja, op zo'n moment, want ik weet niet wat het volgende brokje is wat je ziet op mijn cv. Dat is dan, dat is wel grappig om te kijken, want je hebt natuurlijk een bepaald moment heb je die Joris Lammers Luxury Menswear, dan zit je nog steeds in de maatwerkpakken omgeving. Ja, en daartussenin zit nog Basecamp. Basecamp Games. Games, ja. Ja, ja, want ik had destijds had ik ook vrienden in de kunstzinnige hoek, in de creatieve hoek. En ik werd op een gegeven moment uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst. En zij was eigenlijk vanuit de angst dat er weer alleen maar kunstenaars komen die klagen van ja, ik heb zo weinig te verdienen en het is allemaal maar krap in die culturele sector. Dan had zij als toegangsticket bedacht, je moet iemand meenemen uit een totaal andere sector. En voor haar was ik dat dan, zeg maar. Dus ik vond het een mooi gezelschap. En toen kwam er een gast naar me toe, die heette Ivo Verdijk. En die zei tegen mij, ik ben muzikant, ik heb altijd in bandjes gespeeld. Nou, bandjes vallen meestal uit elkaar, want mensen krijgen kinderen, gezinnen, dat is niet te combineren. Dus ja, ik ben nou in mijn eentje over. Ik ben autodidact drummer en ik ben nu opleiding tot componist aan het doen, compositie voor nieuwe media. Want ik wil wel door met de muziek, maar dan toch iets serieuzers, waardoor ik daar ook echt een carrière van kan maken. En we hebben ook al wat rockopera's gemaakt in het verleden. Dat vond hij super vet. En hij wilde nu graag een rockopera videogame. Dat paste helemaal in de tijd toen. Dus een videogame die je online kon kopen. Op je desktop of op PlayStation spelen. En dan speel je eigenlijk door met een karakter multilevel door werelden heen te platformen. Dus van het ene naar het andere. Speel je een soort rockopera bij elkaar. En ik dacht bij mezelf, ja, ik heb nooit gegamed. Ik heb nog nooit muziek gepromoot. Nooit in die sales gezeten. Dus ik dacht, ik kan alleen maar nieuwe dingen leren. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga dit gewoon testen. Als ik een klik heb met die gast, dan vind ik dat wel mooi. Dus toen had ik ineens mijn game studio. En wat is het belangrijkste wat je daar bijvoorbeeld hebt geleerd om? Het belangrijkste wat ik daarvan heb geleerd is dat het niet fijn is om aan je klant te beloven wanneer het af is. Terwijl je zelf bijna geen invloed hebt op het halen van die deadline. En dat de mensen die daar wel invloed op hebben, een club autisten zijn. Programmeurs. Ja, onder andere. Ja. Programmeurs, 3D-artists, animators. Dat was helemaal uit de hand gelopen. Ik was toen nog onder de 30. En kijk, het is 5 jaar geleden al, hè? 5, 6 jaar. Ja, zoiets. Nou, nog niet 6, maar 5. Ja, ik was er maar 27 en ik was samen met Ivo ineens ook management over een club van 72 bijdragers. En dan was er ook nog het hele Metropoolorkest met alle voice artists en alle muzikanten die daar nog omheen zitten. Dus het was een operatie van ruim 100 mensen. En dat moest gecoördineerd worden. Dan moesten intellectuele eigendomsrechten goed worden gearchiveerd. Het was best wel een complex project. En daar heb ik heel veel van geleerd. Met name ook focus. We deden veel te veel. We hadden in een,
in een crowdfunding campagne. We wilden zeg maar met overheidsmiddelen gaan werken, omdat we ook wel echt veel arbeid creëerden. Dat vonden wij niet meer dan redelijk dat dan de overheid daar ook een duit in het zakje doet. Maar we wilden daar ook laten zien dat we al in de markt hadden gevalideerd dat er vraag is naar het eindresultaat. Want mensen subsidiëren om een beetje cultureel aan te kloten, dat gebeurt al genoeg. Dus ik wilde wel ook echt een business waarna ook een model uitkomt. Dus daar hebben we een crowdfunding campagne internationaal uitgezet. Om ons eerste bewijs te verzamelen van ja, mensen willen dit kopen. En we hadden daar perks ingezet voor mensen die $10 wilden steunen. Dan krijg je dus een code om de game te downloaden als die klaar is. En als je $15 steunt, krijg je de code en de soundtrack. En als je $25, dan krijg je de fysieke album. Dus dan moet je de cd gaan drukken. En zo liep dat op tot $1000. Om mensen met iedere portemonnee te verleiden om meer te geven. Want ik had al geleerd in de pakken dat er mensen zijn die graag €400 voor een pak willen betalen. En er zijn mensen die €4000 willen betalen. En dat tweede pak is echt niet 10 keer zo goed als het eerste pak. Maar het is ook een andere vraag, een andere doelgroep, een andere soort aandacht dat erbij zit, een glaasje wijn, et cetera. Dus we hadden ook perks erbij met een behind the scenes bijvoorbeeld. Moesten we ineens een documentaire schieten, een how it's made. En al die perks werden ook gekocht. En daarna ben je super blij, want de crowdfunding campagne is succesvol. We hadden iets van 30.000 opgehaald. En dan moet je vervolgens al die brokjes aan content moet je ook gaan produceren. Ja. Dus het was een heel complex project, maar ook superveel dingen. En hij was ook een podiumartiest, dus het moest ook nog allemaal op de dag van de lancering online. Hadden we ook nog een full-fledged podiumproductie in het Theater aan de Parade in Zuid-Hoogendorp. Dus het was online en offline was het heel erg een monsterproject. En dan ook met een metropoolorkest op het podium. Het was echt een super leerzame productie, maar ik ga nooit meer in de games. Dus de game is uiteindelijk echt wel gelanceerd ook gewoon? Ja, volgens mij kun je hem nog steeds kopen. Oh, dat is nog mooi. Wat voor een crowdfunding platform zat je toen? Indiegogo. Oh ja, oké. Het zijn toch mooie bedragen op dat moment die je kunt gebruiken, ja. Ja, het is ook een soort leverage. Het is net als dat je een financiering voor een bedrijf wil halen. De bank zegt, wij doen 70% bijvoorbeeld. Ja, dan moet je ergens die 30% vandaan toveren. Ja. En is het uiteindelijk, naar jou beter, winstgevend geweest? Nee, dat project dat heeft zoveel gekost in die zin aan manuren. Het is zeg maar geen blamage. Hoe heet dat, het omgekeerde van succes? Teleurstelling? Ja, het is niet zozeer dat het helemaal niks is geworden. Het heeft al een paar ton opgeleverd. Maar om dat project echt winstgevend te zijn, dan zou het echt een klapper moeten zijn geworden. Dat die echt op de voorpagina van Steam werd getoond. En dat het echt, en daarvoor, het was een eerste productie. In de eerste lancering zaten wat bugs. Nou, het was echt voor want we hadden echt een niche publiek. Het was voor mensen die bijvoorbeeld rock en metal en dan harde metal, die dat vet vinden. Daar hadden we heel veel iconen uit uitgenodigd. Dus marketingtechnisch zat het best sterk in elkaar. Elke $1000 aan crowdfunding lanceerden we ook een nieuwe artiest die een van de stemmen zou gaan doen. En die konden dat dan weer publiceren op hun Facebook voor hun achterban. Dus dan hadden we Epica en Metallica en hadden we allemaal grote namen die dan als bijdrage in die game zaten. Maar uiteindelijk is dat onvoldoende geweest om het een commercieel succes te doen. Nagaan. Toch zoveel geld ingestoken en zoveel energie en zoveel marketingkracht ook ingestoken en toch niet voldoende succes van geworden. Dat is wel bijzonder. Dat was ook het moment dat ik schat dat je ontdekte wat de overheid hierin kon doen, dat je overheid gelden kon ophalen. Want dat speelt natuurlijk nu ook een rol bij Zorgopos. Ja, klopt. Ja, dat spel van... Ik ontdekte daar wel dat er een soort van slechte verbinding is tussen wat de overheid graag wil bevorderen en wat ondernemers online kunnen vinden. Dus ik dacht daar wel dat als jij in staat bent om goed te lezen door de letter van de regelingen heen en tussen de regels doorlezen van wat is nou eigenlijk de bedoeling hier, als je daar creatief mee om kan gaan. En je weet dat op een leuke, enthousiaste manier te verwoorden. En het beste is ook nog als je contact kan krijgen met de mensen die de regeling moeten beoordelen. Want dat heb ik wel echt geleerd van alle fondsaanvragen die we hebben gedaan voor dat Karma Flow project, die videogame.
Die mensen die bij die fondsen zitten, die moeten ook een soort droge kost gaan verwerken tot van past dit bij onze speerpunten dit jaar. En het is heel leuk als je die mensen kan verleiden om juist met de makers te gaan praten. Want het staat nooit in die processen bij hun. Ze moeten in principe op basis van het aanvraag, van het plan, moeten ze een oordeel vellen. En dan is het zeg maar 90% door de shredder en die 10%, daar willen we wel meer van weten. En als je in die 90% fase al een keer contact hebt gehad met zo'n beoordelaar, dan heb je veel grotere kans dat je in die 10% terechtkomt. Ja, ja. Ja, ik herken dat bij aanbesteding ook. En dan is het weer super lastig, want dan zijn er heel veel fases waar je dus ook echt geen contact mag hebben. Terwijl dat is precies wat je wel wil. Dat je snapt waar die anderen op kijken. Wat zijn de belangrijkste punten in die aanbesteding of in die aanvraag waar ze het meest op letten? Dat zijn dingen die allemaal heel graag worden. En dan is het zo moeilijk om in contact te komen met die mensen. Dus hoe kom jij dan bij de juiste mensen dat je toch dat contact legt? Wat mensen altijd bang voor zijn. De lijntje tussen acquisitie en, ja, is een beetje een zwaar woord, maar noem het corruptie, is natuurlijk heel dun. Ja. Ook als je bijvoorbeeld in het geval van waar we zo meteen met het gesprek heen gaan, nu leun ik vooral op gemeentelijke subsidies. En als jij met een bossenonderneming in Den Haag steun wil verwerven, willen ze eigenlijk dat je toch eerst even vrienden kon maken met het sociale veld in Den Haag. En dan denk ik van ja, hallo, mijn hele propositie staat klaar, die is hartstikke schaalbaar. Het zou veel minder kosten als we gewoon gas gaan geven in plaats van al dat corrupte gezever. Hartstikke leuk, maar het kost alleen maar geld. Dan moet ik dus zorgen als mensen opleiden om thee te gaan drinken met ambtenaren. Maar bottom line is dat wel gewoon hoe wij zaken doen. Het is allemaal mensenwerk. We moeten elkaar kennen om elkaar te leren vertrouwen. En om een voorbeeld te geven, want daar vroeg je naar, bijvoorbeeld bij het VSB-fonds, dat weet ik nog goed. Je dient dan een aanvraag in en dat is dan echt een black box gebeuren. Jouw werk zit erop, alle deadlines zijn gehaald en dan ligt het daar en dan is het wachten. En dan wacht je dus of het is afgewezen of toegekend. En dat vond ik wel een heel vervelende fase, omdat je dan dus geen invloed mag uitoefenen. Ja. Toen ben ik dus gaan bellen en dan kom je, ja, het moet nog in behandeling worden genomen. En dan maakte ik een notitie in mijn agenda om dan en dan weer bellen. Ja, hallo, Aron van Ballengooi van Basecamp. Het gaat over de Karmaflow-productie. Ja, je ligt net boven aan mijn stapel. Dus ik wilde er net vanmiddag mee aan de gang gaan. En dat is dan bijna altijd zo. En toen zei ik van, toevallig, ik ben vanmiddag in Utrecht. Ik zie dat jullie ook in Utrecht zitten. Ik kan me niet voorstellen dat jij bij het VSB-fonds bent gaan werken als je een hekel hebt om met makers te spreken. Dus we kunnen ook wel even samen door de aanvraag heen lopen. Kan ik ook toelichting geven bij het een en ander. Ja, dan is het heel lastig voor zo'n beoordelaar om te zeggen van ja, de deur staat niet voor je open. Ja. Ik ben toen in de trein gestapt naar Utrecht en ben erbij gaan zitten. En ik had diezelfde middag al een uitspraak. Dus ik had ook al een bedrag. En dat is heel fijn. Dus voor hem ook fijner. Want je hebt ook direct gewoon iets kunnen afstemmen. En je hebt zaken gedaan. In plaats van dat het zo droog en clean en klinisch is gegaan. Ja, eens. Ja, ik denk ook dat in dit geval bij dat soort mensen vaak ook juist het mensencontact ontbreekt. Om goede beoordeling te maken van de projecten. Of ze werkelijk succesvol zullen kunnen worden. Of dat ze echt een bijgeleverd aan de gemeenschap of niet. Allemaal dat soort zaken. Is het gewoon van belang dat je mensen in de ogen kijkt? En zij vinden van niet. Ze vinden dat het dus juist onafhankelijkheid wordt gewaarborgd omdat je alleen een peer hebt. Maar dat is eigenlijk gewoon onzin. Als je niet, wat jij zegt, kunt praten, levelen met die mensen en kunt voelen en proeven of zij werkelijk de inzet hebben of de intentie hebben om een bijdrage te leveren of dat ze gewoon een onzinverhaal zitten op te hangen. Precies. Want op een papier kun je een onzinverhaal gewoon fantastisch verkopen natuurlijk. Ja, iemand anders kan precies hetzelfde plan inleveren, maar die zou eigenlijk binnen nul seconden kunnen laten zien van ja, ik ben gewoon niet in staat om deze klus te klaren. En dat vind ik altijd heel interessant van de trajecten waar ook een jury onderdeel in zit. Waar je dus moet presenteren. We gaan natuurlijk ook wel een beetje te veel naar een kijk mijn naam is maatschappij, waar presenteren en dingen goed over de bühne brengen hoger wordt beoordeeld soms. Dan het eindproduct. Daar moet je ook voor waken. Maar je kunt op het podium kun je wel je drive laten zien hoe je erover na hebt gedacht. En ook hoe je kan meeveren en hoe je de vragen van het publiek kan counteren. Ja. Want als je op dat moment compleet vastloopt, dan, of dat nou zenuw is of wat ook de reden is, in je project en in de uitvoering ga je ook te maken krijgen met dingen die niet volgens plan lopen. En als je dan met je leverancier vastloopt of zenuw hebt ervoor, ja, dan gaat je project ook nooit tot een goed einde komen. Dus ik denk dat op zulke vlakken dat het wel heel
rechtvaardig is dat je mensen afrekent op hun snelheid, veerkracht en commercieel denkvermogen. Hmm. Hey, en dat is nooit zo'n plan. Nee, precies. En heb jij bij zorg gepast, want ik zag een video daarvan, maar heb jij veel van dit soort presentaties gegeven om het idee te promoten en doelen te maken? Ja, dat is eigenlijk de helft van mijn fulltime baan nu. Dat is proberen steun te verwerven bij beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor mantelzorgondersteuning. Ja. Ja, op website, ik moet even dat uitzoeken, maar als je bij jou een post bent, dan krijg je een tientje per uur. Ja, €10,30. Oh, ja, er staat tenminste €10 staat er ook. En als je een oppas wilt hebben, dan kost dat mij als ouder €7,50 per uur. Ja. En dus moest ik even zoeken, waar komt nu de rest van het geld? En dat komt dus van gemeentes, overheidsinstellingen. Wat is het deel wat jullie daartussen uithalen dan? Ja, goede vraag. Toen ik in 2015 op een start-up weekend was, dat was in de fase nadat die game afgerond was, toen dacht ik ga even een tijdje gewoon kostenneutraal stilstaan. Toen ben ik weer wat maatpakken gaan verkopen. Ik dacht, ik ga niet nu al zo over kop weer met allerlei plannen mee. Ik wil goed nadenken of ik nog wel een tweede man wil zijn. Of dat ik gewoon iets zelf beet ga pakken, wat ik graag veranderd wil zien. En op een start-up weekend pitchte ik toen een vrij algemeen verhaal over van nou, ik ben bijna 30. Steeds meer vrienden die laten het echt last minute afweten. Met als excuus, waar kon ik een oppas krijgen? En toen had ik zoiets van, ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Kom op, regel die shit. En toen kreeg ik best wel veel herkenning uit de zaal. En er kwam ook iemand naar mij toe, Roy. En die zei, mijn vrouw en ik, wij hebben eigenlijk al een jaar of 5 moeite met het vinden van een oppas. En toen zei ik van, hè? Ben jij getrouwd? Want ik ken hem al langer uit de Bosse ondernemerskringen. Hij zei, ja, maar waar je net op het podium je verhaal over houdt, er zijn best wel oplossingen voor. Je hebt Oudermatch en je hebt oppas.nl en je hebt Charlie Cares. Maar voor ouders van zorgbehoevende kinderen, mijn zoon heeft autisme spectrumstoornis, die kan wat agressief worden van mensen die hij niet goed kent. Daar is het gewoon heel lastig voor om je kind alleen te laten. En wij willen ook niet onze 2 dochters opvoeden dat ze een soort van verplicht mantelzorgers zijn, zodat wij ons leven samen kunnen leiden. Dus eigenlijk hebben mijn vrouw en ik individueel een sociale kring. Dus of ik ben buiten of zij is buiten. Hmm. En ik heb toen eigenlijk een soort van gezegd van ja, je bent wel heel slecht in googlen. Want er moet wel een soort platform voor zijn waar jouw doelgroep wordt bediend. Je bent echt de enige keer met zo'n kind. Dus ik zei van Roy, wat er gebeurt, we gaan dit weekend voor jou een oppas vinden. En toen we dus de markt gingen verkennen, kwam ik al snel achter dat er in Nederland geen enkele ondernemer was die zichzelf had gespecialiseerd op oppas voor zorgbehoevende kinderen. Dus daar ben ik naar gaan kijken van stel dat je dat nou simpel in de markt zet. Hoe moet je dat doen? Stel dat het wel eenvoudig is. Nou, dan moet je dus zorgen dat het voor ouders een soort van het feit dat jij een zorgbehoevend kind hebt gekregen is niet jouw schuld. Iedereen die aan een gezin begint, die weet, als hij niet naïef is, dat hij op een dag wordt geconfronteerd met kosten voor oppas. Dat weet je. Alleen het feit dat je dus behoefte hebt aan iemand die daarvoor gestudeerd heeft, voor een bepaalde zorgbehoefte, ja, daar heb je niet op gerekend. Dus ik had zoiets van, is het niet rechtvaardiger als daar iemand anders ook de rekening bij pakt? Nou, wie heeft er baat bij als zo'n ouder niet uitvalt? Ik had ook al statistieken gevonden toen, dat ouders van zorgbehoevende kinderen 60% vaker relatieproblemen hebben en een 60% hogere kans op uitval door burn-out klachten. Ik denk, nou, dan heb je dus al meteen de werkgever als een soort van usual suspect. Want de werkgever wil dat iedereen inzetbaar is. En daarnaast hebben we als maatschappij er ook last van als thuis ook een fulltime employee wegvalt. Want je bent dus elke seconde van de dag op je kind aan het letten. Als dat jou niet meer lukt omdat je plat ligt, dan moet er dus een soort van maatschappelijke ondersteuning in huis komen. Ja, dat kost bakken met geld voor de samenleving. Dus ik ben met dat verhaal naar gemeente Zuid-Hogebosch gegaan. Ik heb gevraagd aan de beleidsambtenaar die daar verantwoordelijk voor was, Hetty Omens, hoe belangrijk vindt de gemeente Zuid-Hogebosch dat dit probleem wordt opgelost? Toen zei ze, ja, wel heel belangrijk. En toen heb ik dus doorgevraagd van in termen van geld, wat mag dat kosten? Toen heb ik een soort subsidie gekregen om marktonderzoek te doen, om een haalbaarheidsstudie te doen. Stel dat je dit simpel oplost, hoe ziet dat eruit? Harm. Wat me nou even nog bezighoudt, en dat is altijd lastig om dan verder te luisteren als iets me bezighoudt. Hadden zij een beeld ook dat dit
een issue is en dat het geld zou kunnen kosten voor de gemeente? Ja, ik had wel het geluk qua timing dat er een onderzoek was gedaan door een lokale welzijnspartij. Divers heette die. Die hadden een onderzoek gedaan naar de belangrijkste behoeften van mantelzorgers. En binnen de mantelzorgers heb je nog een subcultuur, een niche, die heet dan mantelzorgers voor kinderen. En die gaven met stip op één, het is gewoon niet te doen om fatsoenlijke ondersteuning aan huis te vinden. Want als je bij de gemeente of bij het wijkteam of bij het sociale buurtteam aanklopt van het zit me echt tot hier. Ik kan niet eens meer nadenken, ik kan niet naar de kapper, ik kan niet eens mijn auto naar de garage brengen, mijn belastingaangifte lukt niet. Ik moet de hele tijd op die kleine letten. Ja, dan wordt er een soort gezinsplan opgesteld, er komt een ambtenaar bij je thuis. Vaak is daar ook een wachtlijst voor. Dus dan moet je een week of 7 wachten en dan komt er een ambtenaar thuis. En die zegt dan, oké, ja, ik zie het al. En dan moet je je verhaal moet je leren aandikken. Want als je gewoon eerlijk bent over wat je nodig hebt, dan word je afgeschreven met een schraal antwoord. Nou, dan gaat die ambtenaar een gezinsplan maken en dan wordt het zo gekleid dat er allerlei zorgbehoeftes zijn. En dat er dan vervolgens een persoonsgebonden budget moet worden ingezet. En dat is best duur. Want zo wordt eigenlijk een oppasbehoefte wordt omgekat tot een soort zorgbehoefte. Terwijl het enige wat een oppas moet regelen, is dat de kinderen blij zijn, dat niemand blauwe plekken heeft en dat de hut niet afvikt. Dat is als simplistisch uitgedrukt. Ik zei dat simplistisch uitgedrukt. Ja, maar ik wil het vaak ook simplistisch maken voor beleidsambtenaren om te snappen dat als mensen een tweedehands Fiat bestellen, dat je geen Lamborghini moet gaan kopen. Ja. Mooi. En soms worden dingen heel makkelijk verzwaard, terwijl er zijn heel veel mensen met een zorghart die super graag willen helpen en die ook precies de ervaring hebben die een ouder nodig heeft. En dan hoef je niet altijd per se een BIG-registratie of een certificering te hebben als verpleegkundige. Soms dan is het bijvoorbeeld om kunnen gaan met iemand met een prikkelstoornis. Dat je gewoon weet van ik moet hem even met rust laten. Of dat je je hele leven bent opgevoed met een broertje die doof is. Maar dan beheers jij gebarentaal veel beter dan iemand die dat tijdens pedagogiek heeft gehad als keuzevak. Ja, dus eigenlijk maak je vooral, zoals ik het vertaal, gebruik voor mensen die geen specialisatie hebben of opleiding hebben op dat gebied, maar vooral mensen die op basis van expertise kunnen ondersteunen. Ja, dat tweede is zeker waar. Dat eerste is niet helemaal waar. En natuurlijk zijn er heel veel zorgprofessionals, pedagogen die bij ons als oppas werken, als zorgoppas. Okay. Maar het is geen voorwaarde. Dus ik wil altijd een heel strak punt maken dat ik alles buiten het systeemdenken organiseer. En ik doe dus ook alleen zaken met beleidsambtenaren die bereid zijn om de triage, om te beslissen wie heeft er nou behoefte en misschien wel recht op een zorgoppas, dat dat bij zorgoppas ligt. Ja. Want daar gaan heel veel ambtelijke euro's aan verloren, aan die wachttijden, die conversietijd tussen dat iemand om hulp vraagt en tegen de tijd dat uiteindelijk alle stempels verzameld zijn en dat het kind allerlei coderingen op zijn hoofd heeft gekregen en indicaties. Tegen die tijd krijg je eindelijk ondersteuning, maar dan hoeft het al bijna niet meer. Want dan is die ouder al overspannen of dan is het kind uit huis geplaatst en dan kost dat gezin al tonnen. Terwijl als je gewoon op het moment dat iemand zegt, het lukt me niet om oppas te vinden. Als je ze dan een oppas geeft, ja, dan zijn al die andere problemen niet nodig. Ja, dat is wel mooi. Eenvoud is het allerbelangrijkste voor ons. Het gewoon het vernormaliseren van alles. Ja, ja. Nu zijn, we hebben het net over dat je zei, dus zo'n moment dat je contact met zo'n ambtenaar, dat je met hem praat, bij hem zit, dat is een belangrijk element om in contact te komen met nieuwe gemeentes, om te kijken of zij ook fondsen beschikbaar hebben voor zorggepast en het integreren in gemeente. Het is natuurlijk nu, we zitten nu met COVID-19 en de coronasituatie. Een stuk lastiger lijkt me dat geworden. Hoe los je dat nu op? Ja en nee. Er is ook meer oog voor nu, voor de kwetsbaarder in de samenleving. Omdat we zien elkaar niet, we zijn ons heel erg van bewust. En wat ook wel de ironie is hiervan, we hebben nu eindelijk ook een fase in ons leven om straks naar terug te wijzen en nu ook aan te refereren. Er is een klant die het van de week heel mooi omschreef, een moeder, die zei van ik heb dit al 3 jaar, thuisquarantaine, sinds dat mijn dochtertje er is. Heb ik eigenlijk geen theater, restaurant, café meer gezien. Dit is mijn leven al 3 jaar. En nu kunnen al mijn vriendinnen en mijn omgeving kunnen zich ineens voorstellen hoe het is om zo beperkt te zijn.
Dus ik vind het ook wel confronterend dat ik nu zelf een soort van onvrijwillige gevangenissituatie, thuisquarantaine meemaak. Maar zo kan dat dus ook voelen als je door de zorgbehoeften van je kind niet meer sociaal kan meedoen en altijd nee moet zeggen op uitnodigingen. Ja, wauw, mooi. Ja. Dat is dan de oude. Maar heb je nu nog gesprekken met gemeentes? Want daar is natuurlijk, die zijn ook niet aanwezig. Ja, met name gemeente Amsterdam was er als eerste bij om te vragen van, hey, wat kom je dingen tegen die nu extra aandacht verdienen? Dingen die escaleren of bijvoorbeeld bij gezinnen waar het nu echt niet werkt. Als je bijvoorbeeld een werkgever hebt die zegt, kom, we gaan allemaal thuiswerken en dan ongeveer dezelfde productie verwacht. Terwijl je, heb je zelf kinderen, Enno? Ja. Ja, als je even terug kan denken toen ze nog in de luiers zaten. Ja. Als je maar thuiswerken en dan, je kunt aan een baby niet uitleggen van, ja, papa is heel even een podcast aan het opnemen. Ja, dat gaat niet. Nee, daar krijg je geen medewerking van. Nee. Kun je voorstellen dat je dus, 20 jaar lang een kind hebt waar je iets niet aan kan uitleggen. Ja. En daar komen ook veel relatieproblemen van. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld een man, die zit dan op de bank en de vrouw zegt, zullen we een gezin beginnen? En die man die denkt dan, ja, voor mij is daar wel het moment voor. En dan calculeer je zo een klein beetje in hoe je leven gaat zijn de komende 30 jaar. En dan verwacht je niet dat je over 7 jaar nog de luier moet verschonen. Nee. Dat zit niet in je verwachtingspatroon. Dus dat doet heel veel met mensen. Ja. En wat jouw vraag betreft met beleidsambtenaren, we hebben nu gewoon heel veel voorbereidingswerk. Dus waar ik normaal gesproken bijvoorbeeld 5 ambtenaren in een week spreek, maak ik nu lijsten aan van alle gemeenten en hun partijprogramma's van de gemeenteraad, waar ze mee akkoord zijn gegaan. Om te kijken van waar moet ik nu als eerste aan de bel trekken op het moment dat we weer mogen reizen met z'n allen. Ja, ja. En je kunt wel gewoon bellen. Je ziet ook dat mensen nu eerder geneigd zijn om 06-nummers te geven. Omdat de meeste gemeenteservers niet op voorbereid zijn om met z'n allen te gaan beeldbellen. Dus het wordt ook allemaal wel wat gemoedelijker. En ik merk dat de hulpvaardigheid van mensen ook echt op standje 100 staat. Dus ik zou niet per se zeggen dat het helemaal onmogelijk is. Maar absoluut hebben we ook met uitdagingen te maken. Ja. Wat is op dit moment je grootste uitdaging? Grootste uitdaging zou ik zeggen, het vinden van meer werkgevers. Ik heb in mijn businessplan in 2016 heb ik eigenlijk de drie betalende klanten aangewezen. De ouder zelf heeft er baat bij om niet overspannen te raken. De werkgever en de gemeente. Nou, omdat de gemeente wat sneller tot tractie leidde, heb ik op een gegeven moment de werkgeverspropositie na een paar pogingen in de koelkast gelegd. En die heb ik vorig jaar september er weer uitgepakt, afgestoft. En Achmea heeft toen gehapt. Die heeft gezegd, dit vinden wij een hele vette arbeidsvoorwaarden. Dus per afgelopen januari zou het dan gefaseerd in heel Nederland voor de Achmeanen als arbeidsvoorwaarden. Dus als je bij Achmea werkt en je wil af en toe ontspannen, kun je een zorgenpas inzetten. En dan zou het gemeentelijke deel wordt dan de Achmea gedragen. Ja. Nou, hartstikke sympathiek. We hadden op 26 maart hadden we de uitrollen in Tilburg bij Interpolis gepland staan. Dus posters bij de koffieautomaat, rollenbanners bij de lift. Mooie filmpjes op Achmea.net. En dan zorgen dat iedereen weet dat het een nieuwe arbeidsvoorwaarde is. Ja, op 26 maart was er geen kip te bekennen op het kantoor daar. Dus die hele lancering is een klein beetje in de koelkast gezet nu. Ja. Ik ook wel denk dat er Achmeanen zijn die nu ook heel veel zouden hebben aan een zorgoppas. Een pure concentratie. Alleen het is nu een beetje zoeken naar wat is er nou een opportun moment om in de leidinggevende e-mail van Achmea om te beginnen over, hey, heb je ook medewerkers of collega's in je team waarvan je denkt van, nou, bij hun achter de voordeur gaat het waarschijnlijk anders aan toe. Dus we moeten heel even zoeken naar wanneer de nieuwe business as usual gearriveerd is. Dat alle paniek er een beetje af is en dat we dan weer aan iets nieuws kunnen gaan denken. Ja. En welke termijn verwacht je dit? Ja, ik wil het eigenlijk wel in april gaan inzetten. Het zal dan een andere lancering worden, want die posters maken weinig indruk nu. Ja. Maar goed, wellicht 2 keer. Misschien dat tegen de tijd dat we weer met z'n allen naar kantoor gaan, kunnen we het nog een keer. Je wil eigenlijk dat het moment dat iemand een oplossing tegenkomt en dat hij hem gaat inzetten, daar moet zo kort mogelijk tussen zitten. Hmm. Ja. Dus op dit moment is er voor niemand een urgentie of relevantie om oppas in te zetten. Want ja, de cafés zijn dicht. Je kan nergens heen, ja precies. Je hebt niks te regelen, precies. Ja. Ja. Ik kan me nog wel voorstellen dat het ook voor die ouder op dit moment fijn is om gewoon even een moment voor zichzelf te hebben. Juist.
dat merk ik ook echt. Mijn collega's geven aan dat ze ook gewoon heel erg een luisterend oor zijn nu. We hebben ook echt alle klanten opgebeld om te vragen hoe is het met jullie en ja, waar lopen jullie tegenaan. En er zijn nog steeds wel ouders die, die zoiets hebben van mijn oppas is fit. Dus ik zet zorgoppas graag in. Maar de mensen die zeggen we doen even helemaal niks, die zijn wel in een sterke meerderheid. Ja, dat geloof ik, maar dat is denk ik gewoon de algemene tendens op dit moment. Niet dat het de juiste tendens is, wel de algemene. Het is, je weet niet wat er gaat gebeuren, dus je zoekt veiligheid en je zoekt in eerste instantie, oh, ik ga kosten besparen, want ik weet niet op welke termijn geld nodig heb om te overleven. En dat is natuurlijk gewoon de overlevingsstand waar we inschieten. En hopelijk kunnen we er snel uitschieten. Ja, en dat is dan financieel, maar ik denk ook gewoon dat veel van de kinderen waarvoor we zorgen, die zitten in een risicogroep. Hè. Dat zijn extra kwetsbare kinderen met weinig weerstand. Ja, ja, ja. En dan ga je natuurlijk geen extra risico in huis halen. Ja, goed. Mooi. Ja, slim. Ja. En mensen worden ook gewoon vervelend van die onzekerheid. Ja. Ik denk soms wel eens van als we politiek gezien iedereen wat meer willen opbeuren, je zou nog liever bijna een reservering plaatsen in mei en die dan straks alsnog moeten verzetten. Van ja, we gaan toch nog niet open. Dan dat er helemaal niks in je agenda staat waar je naar mag uitkijken. Dat merk ik echt dat mensen dat missen. Ja, maar goed, dat, ik snap het. Alleen, en tegelijkertijd denk ik, het is ook een risico op het moment dat je dat doet. Dat je dus, want ik merk het nu al, dat mensen die hadden toch de datum 6 april, die had toch een bepaalde waarde in hun hoofd. En dan werd het een vooropgeschoven 8 april. En dus dat zorgt dan weer voor teleurstelling. Dus de vraag is natuurlijk hoeveel van dat soort teleurstelling kun je verwerken om, als je een datum ergens neerzet, je dat dan niet meer gaat verschuiven. Dat is en dat is een lastig natuurlijk. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb niet antwoord hoor. Sorry? Het is een heel groot sociaal experiment wat dat betreft. Ja, dat is waar. Hey, even nog terugkomen, want ik stelde een vraag straks en dat ging over, je hebt net de middelen geschetst waar je ze vandaan hadden. Dus de oude zelf, de gemeente, dan wel het bedrijf. Wat is het deel wat jullie er tussen uithalen dan als organisatie? De gemeente betaalt ongeveer 2/3 van de bijdrage. Dus de kostprijs van een uur oppas is ongeveer 627 euro. En er zit alles bij. Daar vragen we VOG voor aan. Er zit de screening bij, er zit de uitbetaling, jaaropgave, de hele administratie. Dus de oppas die krijgt 10,30 en de rest is voor de operatie. Oh wow. Ja, dat is toch wel een aanzienlijk bedrag. Ja, er zit veel werk omheen wat je in eerste instantie net ziet. En dan moet je wel iets dieper in de materie zitten. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de overheidkosten van de zorg en de zorginstellingen. En dat is wel, maar dat is ook wel het gevolg van al die certificeringen. En die, we hebben met z'n allen afgesproken bijvoorbeeld dat zo'n verklaring omtrent gedrag, dat iets zegt over mensen. Terwijl als je hem niet krijgt, is het alleen maar een brevet van onvermogen. Het zegt niks over je vermogen als je hem wel krijgt. Ja. Zo heb je heel veel van dit soort geldslurpende instituten en certificeringen die niet per se bijdragen aan je kernproces, maar wel heel veel overheidskosten bezorgen. Ja, eens. Wat is het wat jij? Wat zijn de drie dingen die je de afgelopen jaren hebt geleerd, hebt gedaan, die u het afgelopen jaar het meeste effect voor je bedrijf heeft gehad? Punt 1, focus. Het is super verleidelijk om als mensen zeggen, ja, maar je zou het toch ook makkelijk en dan wat daarna komt, dat je dan denkt, ja, dat klopt, dat kunnen we gaan testen, laten we dat doen, want dan kan ik jou ook helpen. Ik heb geleerd dat door 85% van alle mensen waar je mee praat goed te helpen, ja, je moet ook 15% teleurstellen daarmee. En dat is soms wel lastig, want je wil eigenlijk altijd laten zien dat je heel lenig bent, intellectueel gezien, en dat je met iedereen kan meedoen. Maar het is heel waardevol als je soms nee zegt. Dus focus is sowieso nummer 1. Ja, 2, die hebben we al een klein beetje aangestipt. Dat het heel gezond is om je ego krimpen te voeden. Maar dat is een beetje een moeilijke formulering. Het is goed om als ondernemer energie te steken in jezelf minder belangrijk maken. Om zo andere mensen naar voren te duwen en te laten zien van, hey, je hebt mij eigenlijk niet. Nou, ik heb wel echt geleerd, dat is eigenlijk wat je vroeg. De afgelopen 3 jaar heb ik geleerd dat de meeste managers of leiders hun invloed op het eindresultaat overschatten. Oké. Ja, en een derde, ja, dat is een andere goeie.
Ja, als je wil weten waar je omzet of middelen vandaan wil halen, bedenk gewoon heel goed wie heeft er belang bij. En dat heel breed trekken. Ja, dat vond ik heel vaak als verdienmodellen worden bedacht. Dan zit ik altijd te kijken, oké, waar zou je nu nog meer een factuur naar kunnen sturen? Wie verdient stiekem nog aan? Ja, dat vond ik een heel meerpunt voor mezelf. Dus ik heb juist altijd zoiets waar ik wil op mezelf staan en ik wil juist alleen de klant factureren. Dus ik kijk nooit subsidies of allerlei andere potjes die mogelijk zouden kunnen zijn. Dus dat is een mooi leerpunt wat ik in ieder geval van het gesprek meeneem. Even terug op jouw tweede punt. Hè. Je zou moeten leren om je ego te dimmen, zeg maar even in kortweg. Hoe kan je dat leren? Wat moet je dan doen vooral? Wat het makkelijkste is leren genieten als anderen excelleren. Dus oprecht blij zijn als anderen blij zijn. En dat klinkt makkelijk, maar dat wordt ons niet aangeleerd. Dus precies, want hoe heb jij dat dan geleerd dan? Ja, je eerste dingetje als iemand applaudisseert voor iemand die niet jij is, terwijl jij denkt van ja, maar ik heb wel 60% van het werk daarvoor verricht, dan voel je je een soort van tekort gedaan. Dan denk je, waarom applaudisseren ze niet voor mij? Dat is volgens mij heel erg natuurlijk gedrag. En ik heb heel veel over gelezen. Dus hoe zorg je dat je oprecht blij kan worden als andere mensen heel erg vooruit gaan en leren en ja, stappen maken. Zonder dat wordt gezien door derden. Dat jij daar stiekem een soort platform voor bent. En dat jij daar een drijvende kracht onder bent. Je moet, ja, en wat denk ik ook heel erg helpt, Enno, is mensen om je heen verzamelen die jou gewoon op jouw manier applaus geven. Ja. Ja. Dat je het niet bij de massa haalt, maar bij een klein clubje intimie. Ja. Hey, en wat is het belangrijkste boek wat je hierover gelezen hebt? Wat kun je aanbevelen? Ik vind Two Mountains, The Second Mountain, vind ik wel heel erg toegankelijk geschreven. Oké. Okay. Het is een redacteur van de Times, geloof ik. En die heeft gewoon gekeken van hoe kun je nou een heel genereus leven leiden. En The First Mountain is zeg maar carrière. Opleiding, negens halen, alles wat de buitenwereld kan meten van jou. De auto die je rijdt, de titel die je hebt, hoeveel geld je verdient, welk huis je kiest, welke vrouw je kiest. En de second mountain is eigenlijk van, ja, wat kun je eigenlijk betekenen voor iedereen? Wat kun je allemaal teruggeven? En het allervetste is dus als je die eerste en die tweede kan combineren. En dat is voor mij ook wel mijn drijfveer om de zorg op was. Van waarom zou je hele wakkere leven investeren in het verzamelen van vermogen? En dan op een gegeven moment te gaan kijken, maar wat kan ik nog doen voor anderen? Ja. Dan zou je niet je vermogen vergaren met anderen helpen? Ja, ja dat is een onderwerp waar ik ook enorm veel waarde heb. Het boek wat ik daar afgelezen heb, wat ook interessant is, is de oprichter van Sevenly. Ik moet even nadenken over het boek weer. Dat zal ik in de show notes achterlaten. Het is een boek dat eigenlijk over dit onderwerp gaat. Het gaat over... Een ander boek is ook gaaf. Oh, je titel nu echt kwijt. Ik heb beide gelezen nu, beide titels. Het is ongelooflijk. Die neemt als voorbeeld dus grote mensen als Bill Gates en weet ik wel, mensen die mensen die ontzettend veel geld hebben verdiend en daarna dat aan goede doelen gaan weggeven. En dus dan krijg je dus onderzoekscentra met hun naam. En dan krijg je delen van opleiding met hun naam. En panden en kunstuitleen met hun naam. En eigenlijk doen ze nog steeds hetzelfde. Nog steeds is het kloppen van hun ego. Terwijl ze hadden dus ze hebben ook veel problemen. Ze hebben ze zelf veroorzaakt waardoor ze dit nou kunnen doen en moeten doen. Hebben ze het gevoel. Dus het waren ze zelf de oorzaak. Als het in hun verleden zeg maar al anders hadden aangepakt zoals jij nu doet. Dat je nadenkt hoe kan ik mijn vermogen nu wat ik verdien. Ten goede brengen aan de maatschappij van de wereld of wat dan ook, dan hoef je dat niet eerst iedereen uit te knijpen of hoe je het ook wilt of tekort te doen en dan na het allemaal teruggeven. Onzin. Ja, dan met name ook je intellectuele vermogen. Moet je kijken hoeveel waarde Bill Gates met zijn club had kunnen creëren voor al die instellingen die hij nu eigenlijk vastgoed cadeau doet, puur met het verzinnen van oplossingen. Precies. En dat vind ik heel erg leuk. Dus ja. Ik zou de mensen die het tot hier hebben gehaald in de podcast willen uitnodigen om mij op LinkedIn te voegen. Want ik vind het heel leuk om in contact te komen met mensen die op die manier denken. Ja, nou dat was een van de vragen die ik nog had. Hoe kunnen mensen met je contact komen? Nou, dat is LinkedIn. De link zit er zeker in de show notes. Dus, en ook al ben je niet tot hier gekomen, dan zal ik dat zeker vermelden. En dan was je niet hier, want je niet gehoord, maar in de show notes zetten. Dan deel ik het eerder lezen, bedoel ik ermee te zeggen. Ja. Wat is de vraag die ik nog echt precies in wil stellen? Dat is denk ik...
je noemt jezelf, of jullie noemen jezelf, een sociale onderneming. Wat betekent dat precies? Er zijn verschillende definities van. Een belangrijke is impact first. En ik vind impact first ook een gevaarlijke. Het kan ook mensen heel erg afleiden. Want dat betekent dus dat je impact first, profit second. Ik heb inmiddels een coachingstraject van Pieter en Anna van Scale Up Impact. En zij stellen eigenlijk van, joh, zorg nou dat je profit op orde is. Want als je zorgt dat je marge maakt met alles wat je doet, dan kun je veel grotere impact maken. Dus dat is een klein beetje de tweestrijd. Ik denk dat het goed is als het hand in hand gaat. Dus ik heb ervoor gezorgd dat als ik veel impact maak, namelijk veel ouders match, dat ik dan ook veel profit genereer. Dus dat gaat bij mij hand in hand. Ik heb wat dat betreft een heel eenvoudig businessmodel. Als ik veel goed doe, dan heb ik ook veel vet op de botten om het duurzaam te kunnen volhouden. Ja, ja. Ik zou nou even te kijken naar die boeken die ik dan toch... Erin, dat was niet. Dat die toch ook aan je noemen wil. Even kijken hoor. People over Profit. Ja. Van Dale Partridge. Dan heb je het nu al. Weet je, goed doen in dit geval. Dat is het, met mensen. Ja. En de andere die heet. Winners Take All. Van Anand. Girardardardus. Women's Take All, oké, top. Ik kan er niet zo snel. The Elite Charade of Changing the World. Dus die passen enorm in de lijn van hoe je denkt. En ik geloof er ook enorm in. Dus dat is wat ik ook aanhang, dit soort gedachten, zeg maar. Hoe kun je nou nu waarde leveren, zoveel mogelijk een bedrijf, terwijl je niet alleen maar met de winst. Hè? Dus de winst is van belang om te overleven als bedrijf en als persoon. Maar het gaat niet over alleen maar meer. Nee, dat vind ik een goed punt. Ja, dat je zorg dat alles wat declarabel is in je werkende leven, dat daar gewoon een goede marge op zit. Want dan kun je goed bouwen aan je onderneming. En voor mij is dat ook echt een valkuil. Ik vind het bouwen aan een team altijd veel leuker dan die andere elementen. Bijvoorbeeld zorg dat je profit op peil is. En zorg dat je processen gedocumenteerd zijn. Dat is voor mij echt een Achilleshiel. Daarin zou ik misschien ook wel puntje 4. Want je vroeg mij 3 lessen. Puntje 4. Wacht niet tot je ziek bent met jezelf beter maken. Laat je ook gewoon coachen als je lekker gaat. Nee, ik denk dat het cruciaal is op dat moment te doen. En dat is een beetje wat ik nu terug zie. Nu heb je de COVID-situatie en je hebt dus de economische crisis die daar overheen ligt, of in ieder geval ook zeker gaat plaatsvinden. En je ziet dus dat bedrijven eigenlijk in de goede tijden veel te weinig hebben nagedacht op het moment dat het misgaat. En dat is raar, want eigenlijk weten we allemaal dat het een keer weer misgaat. En dus ook als we hier weer voorbij zijn, dan breekt dat ook met een jaar of 10 dat er weer iets misgaat. En toch, wat we doen is niet daar ruimte van maken. En ruimte maken is financieel, economisch, maar dat is ook dus kennis. Je team op orde hebben. Al dat soort zaken, dat je op men misgaat, dat je gewoon blijft voortbestaan. En dat niet bij de eerste, minste, geringste zucht van wind die voorbij komt, dat je bedrijf moet omvallen. Dus, en dat stel mensen die dus privé een maand lang kunnen uitzingen zonder inkomen. Dan denk je niet na over de werkelijkheid, de realiteit, dat je gewoon één keer in zoveel tijd gewoon in een situatie komt. Of er nou wat komt van buiten, of dat het in je gezin is, omdat iemand ziek wordt, of je ouder overlijdt en je daar dus gewoon een tijd lang van slag bent. Of je, maakt niet uit wat de situatie is, bereid het voor, want het gaat gewoon gebeuren. Ja, je ziet dat inderdaad mensen die te scherp aan de wind hebben gezeild, die gaan nu allemaal aan de kruis. Precies. Is er nog iets wat je kwijt wil? Nee, ik vond het een leuk gesprek. Ik ook, Harm. Ja, ik had geen idee waar het heen ging, maar het ging wel vanzelf, dus dat is goed. Mooi. Super, dankjewel voor jouw inzicht in dit onderwerp wat van mij niet bekend was en waardoor ik nu wat van geleerd heb. En niet alleen dat, maar ook op de puntjes in jouw ondernemerschap wat je hebt geleerd over sales en over het levelen en over je ego terugbrengen. Dat zijn waardevolle lessen die ik nu heb geleerd van jou, Harm. En dank je wel daarvoor. Ja, heel graag gedaan. En dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.